Mariette Effing. En u bent muzikaal leider van... Van Servus. Ik ben dirigent. Ja, koordirigent. Ja, dat wordt een heel spektakel. En voor ons is het ook eventjes uittesten vandaag hoe alles werkt. Ja, grote groep. Maar u hebt zelf met de zang al het een en ander geoefend, neem ik aan. Ja, we zijn al maanden bezig met oefenen. Dus alle stukken zitten er goed in. En vandaag gaan we voor het eerst samen oefenen met het Orkest Sint-Jan. 20 in het tweede deel. Ja? Nou, we hebben verschillende stukken. De Servus heeft een klassieke afdeling en een musical afdeling. En we hebben afzonderlijk van elkaar hebben wij dingen ingestudeerd. En ook samen hebben we dingen ingestudeerd. En die gaan nu vandaag voor het eerst met orkest. Ja, nou, mijn naam is Egbert van Groningen en ik ben de dirigent van Harmonie Sint-Jan. Okay. Egbert, wat doen we hier vandaag? Nou, we zijn hier eigenlijk vandaag voor het eerst samen met de Harmonie en het koor, het volledige koor van Servus, om voor het eerst te kijken hoe we de boel samen kunnen krijgen. Vond je het gaaf tot nu toe? Nou, de eerste... samenwerking klonk eigenlijk al heel veelbelovend. Het moet natuurlijk nog hier en daar best wel veel aan geschaafd worden. Maar de basis is gewoon goed. Het wordt denk ik een fantastische voorstelling. Ja, van de verschillende disciplines, maar ook dat het in balans is. En dat is denk ik het grootste euvel. We hebben best een groot orkest. Ook wel een heel groot koor, maar over het algemeen wint het orkest het altijd. Dus de balans te vinden in het geheel is wel een uitdaging. Zeker in het theater. Nou ja, we hebben natuurlijk naar aanloop naar deze voorstelling en de hele voorbereiding heel veel... overleggen gehad met name met de regie en de muzikale leiders, ook van Servus en van de Sint-Jan. En door daar samen over na te denken en te brainstormen is er eigenlijk een prachtig verhaal ontstaan, maar ook met heel veel mooie muziek daarbij. Het gaat eigenlijk alle kanten op van een hele klassieke overture waar we mee beginnen van Rossini. Naar hedendaagse musical muziek van Billy Elliot, het musical Hair dingen, maar ook weer een koorstuk van Strauss.